goedenavond, dames en heren. De Tweede Kamer wil de wet twee-fasenstructuur wetenschappelijk onderwijs pas op 1 september 1982 in werking laten treden. Dus een jaar later dan de regering wil. Zoals bekend wil minister Puijs van Onderwijs de studie aan universiteiten en hogescholen splitsen in twee fasen. De eerste fase wordt afgerond met het doctoraal examen en duurt 4 jaar. Een beperkt aantal studenten mag daarna 1 tot 2 jaar verder studeren om zich te specialiseren. Tijdens een commissievergadering bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de plannen van minister Puijs in hoofdlijnen steunt. Alle voorstellen van de oppositie om mogelijkheden te scheppen van 5-jarige studieprogramma's voor de eerste fase stuiten op verzet van de bewindsman en van de regeringspartijen CDA en VVD. In Amsterdam is na wat rellen in de vooravond de rust rond de gekraakte panden van de Grote Wetering teruggekeerd. De mobiele eenheid heeft het kruispunt voor de Grote Wetering aan de Weteringsgans afgezet. Eerder op de avond waren daar en op de brug voor het Rijksmuseum barricaden opgeworpen. Aanleiding daartoe zou de verklaring zijn geweest van burgemeester Polak. Die riep vandaag de krakers van de Grote Wetering op dat gebouw zonder verzet te verlaten. Volgens Polak waren er geen beletselen meer voor ontruiming en dat zou, aldus de verklaring, binnenkort gaan gebeuren. Rond 8 uur vanavond gebruikten een paar honderd jongelui personenauto's om onder meer de brug voor het Rijksmuseum te versperren. Binnen een kwartier was de ME onderweg. Onder bescherming van ruim 200 leden van de mobiele eenheid werden met bulldozers de barricaden opgeruimd. De personenauto's werden opzij geschoven, maar ook zelfs de gracht ingeduwd. Ook de bulldozers kwamen niet zonder problemen van dit karwei terug. Er zijn geen arrestaties verricht, in de stad is het verder rustig. De Europese gemeenschap gaat onderzoeken of volgend jaar een speciale bijeenkomst kan worden belegd van de gezamenlijke ministers van Economische en Sociale Zaken en van Financiën. Dit in verband met de uiterst sombere sociaal-economische vooruitzichten in Europa en de onrustbarend stijgende werkloosheid. Het voorstel hiertoe werd gedaan door premier Van Acht op de bijeenkomst van EEG-regeringsleiders in Luxemburg. Premier Begin van Israël heeft een congres van Israëlische Arabieren voor zaterdag in Nazareth verboden. De organisatoren van het congres hadden hun steun uitgesproken voor de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, in Israël een verboden terroristische organisatie genoemd. Begin vaardigde zijn verbod uit in zijn hoedanigheid van minister van Defensie, de post van Weizmann, die in mei uit het kabinet is gestapt. Op het congres zou een ontwerp handvest worden besproken dat gelijkheid beoogt voor de Arabische burgers in Israël en de noodzaak vastlegt van de totstandkoming van een Israëlisch-Palestijnse vredesregeling. Bij de reorganisatie van de aardappelmeelfabriek AVB in Groningen hoeven volgens de industriebonden geen gedwongen ontslagen te vallen. Ze hebben daartoe voorstellen gedaan aan de directie van AVB en vertegenwoordigers van de ministeries van Landbouw en Sociale Zaken. Het door de regering uitgetrokken bedrag van 243 miljoen gulden zou dan, volgens de bonden, besteed moeten worden aan 3 zaken. Werknemers vanaf 57,5 jaar met vervroegd pensioen, dat zijn er op dit moment 210. Tijdens de aardappelmeelcampagne werken met 4 ploegen dienst en daarna met 5 ploegen. En als laatste punt 5 fabrieken dicht in plaats van 6. Op 1 december volgend jaar wordt dan bekeken of die 6e fabriek alsnog dicht moet. Deze voorwaarden waarborgen volgens de industriebonden dat er geen gedwongen ontslagen bij AVB hoeven te vallen. Het partijbestuur van het CDA heeft zich vanavond uitgesproken tegen deelname van het Nederlands voetbalelftal aan het zogenoemde mini-WK-toernooi in Uruguay. Het CDA-bestuur is tegen, zo werd gezegd, wegens de schending van de mensenrechten in Uruguay. De provinciale Utrechtse elektriciteitsmaatschappij PUEM wil af van de maandag als vaste wasdag. De 200.000 stroomgebruikers in Utrecht hebben bij hun rekening een oproep gekregen om ook eens op andere dagen te wassen. Daarvoor is een alfabetisch schema opgesteld. Volgens de PUEM is het elektriciteitsverbruik op maandag nu zo hoog dat er bijna niet meer aan de vraag kan worden voldaan. Dan zijn we nu toe aan het nieuwsoverzicht.
De rente van hypotheken boven de 540.000 gulden zal na 1 januari nog slechts voor de helft van de belasting kunnen worden afgetrokken. Beneden de 540.000 blijft de rente dus nog volledig aftrekbaar. Deze maatregel zal de staat ongeveer 7,5 miljoen gulden opleveren. Staatssecretaris Van Amersfoort van Financiën heeft dit vandaag bekendgemaakt. De medische specialisten zullen dit jaar maar 8.000 gulden van hun inkomen moeten inleveren. Dit is het afgelopen weekende tijdens geheim overleg besloten. Die 8.000 gulden is veel minder dan het kabinet wilde. Dat wilde het inkomen van specialisten gelijkstellen aan het salaris van topambtenaren en dat zou betekenen dat de specialisten in 2 jaar tijd 80.000 gulden moeten matigen. De federatieraad van de FNV heeft vandaag in meerderheid ingestemd met het arbeidsvoorwaardenbeleid voor volgend jaar. Daarin wordt loonmatiging bepleit in ruil voor werkgelegenheid. 3 bonden zijn het niet eens met dit beleid en vooral de voedingsbond blijft vasthouden aan handhaving van de koopkracht tot 33.000 gulden per jaar. Uruguay heeft gisteren nee gezegd tegen de nieuwe grondwet die de militaire machthebbers daar wilden invoeren. Meer dan 53% van de Uruguayaanse kiezers stemde tegen, bijna 39% was voor. Deze uitslag betekent gezichtsverlies voor de militaire dictatuur in Uruguay die nu, net als de afgelopen 7 jaar, zonder wettelijke basis verder zal regeren. Dan nog de weersverwachting van het KNMI geldig tot morgenavond. Veel bewolking en af en toe sneeuw of regen. Later ook enkele opklaringen. Temperatuur van 4 graden op de Wadden tot min 5 graden in Limburg. Geleidelijk oplopend tot ongeveer 5 graden morgenmiddag. De vooruitzichten voor woensdag en donderdag zijn wisselend bewolkt met enkele regen- of sneeuwbuien. En 's nachts temperatuur om het vriespunt. Tot zover. Goedenavond.